Ik zou willen voorstellen om op dit blokje, wilt u de microfoon uitzetten, om op dit blokje even de vragen van de leden te beantwoorden. En daarna moeten we even een plan verzinnen hoe verder. Ja, maar dus dat doen we ook daarna, dus ook richting de leden. Geen paniek, we komen met een plan. Oké, de heer Beertema. Nou ja, voorzitter, eerst even een punt van orde. Ik vind het een beetje onbevredigend worden, want er blijft zoveel liggen op deze manier. En twee minuten hamert u het debat af. De heer Beertema, ik heb u net voordat we de vraag aan de vraag begonnen, zei ik, we doen de vragen op dit blokje en dan moeten we tot een procesvoorstel komen, omdat we het niet af gaan maken vandaag en we willen allemaal een net debat. Dus daar heb ik ook een idee over. Ja. Maar ik wil u in de gelegenheid, u wilde een vraag stellen over dit blokje en die gelegenheid wil ik u graag geven. Een tweede termijn zit er niet meer in, denk ik. Die zit er vandaag niet in, maar wellicht wel op een ander moment. Kom ik zo op. Nou ja, goed, dan heel kort. Daar heb ik eigenlijk ook niet zoveel antwoord op gekregen. Ik heb wel antwoord gekregen op mijn vraag hoeveel aangiftes en veroordelingen er nu liggen. Nou, de minister zegt dat die zijn er niet. En toch gaat de minister en heel veel van mijn collega's over tot enorme ingrepen, waarbij voortdurend alleen maar naar het bedrijfsleven wordt gewezen. Discriminatie, dit en zus en zo. Waar ik het over gehad heb, is dat er een mismatch is. Kijk, die enkele gevallen van discriminatie die ik in mijn eigen carrière ook heb meegemaakt, die moet ik keihard aanpakken, want dat deugt natuurlijk niet. Maar heel veel van die zogenaamde discriminatie is een mismatch, omdat die bedrijven te maken krijgen met leerlingen die niet over de zeg maar middenklasse cultuur beschikken, op tijd komen enzovoort. En waar het die eigenlijk alleen maar beschikken over die straatcultuur. En wat is je vraag? Nou ja, weet je, laten we maar ophouden. Want over dit soort belangrijke dingen kunnen we op geen enkele manier tot verdieping komen. Dan moet het in een apart debat. Dit heeft geen enkele zin. Ja, ik geef u de gelegenheid om een vraag te stellen. Ja, maar uw opvatting van een vraag is drie woorden die beantwoord kan worden met ja en nee. Ik doe daar niet aan mee. Ik heb geen zin om hier heel heigerig, straks hyperventileren, de zaal aanraten te verlaten. Sorry. Nee, maar u mag ook een vraag stellen met lange zinnen, maar er moet uiteindelijk een vraagteken achter staan. En dat heb ik niet in uw zinnen gehoord. Ik vind dit debat totaal nutteloos. Ik ga wel wachten tot er een nieuw debat komt. Dat staat u vrij, maar dat heeft niets te maken met de gelegenheid die ik u geef om een vraag te stellen. Dat wil ik wel gezegd hebben. Die gelegenheid is niet genoeg. Er is een verkeerde planning gemaakt voor dit debat. Dit is een razend belangrijk onderwerp waarbij het hele bedrijfsleven een enorme beschuldiging met zich meekrijgt dat ze voortdurend systematisch, institutioneel rassendiscriminatie plegen. Ik vind dat veel te veel. Alle maatregelen die genomen worden wijzen alleen maar naar het bedrijfsleven. Die hele straatcultuur en die opvoeding en die integratie van... Ja, ik mag toch even uitspreken? Ja, maar meneer Beertema, nu heeft u het over dat het debat te weinig tijd is en dan begint u uw betoog te herhalen. En nu loopt u weg. Dat is meneer Beertema, dit is dit is uw keuze. Dat vind ik heel jammer. En wij gaan zo een afspraak maken hoe we verder gaan met dit debat. En dan hoop ik ook dat de heer Beertema daar weer is. En ook zijn vragen stelt.